Deze open middag is bedoeld om onze ruiters, ouders, begeleiders, maar ook onze vrijwilligers kennis te laten maken met de nieuwe locatie die we per 1 april in gebruik gaan nemen. En dat dan in samenwerking met de Aalbrinkhoeve. En vanwaar deze omslag? We willen graag de paardensport zoals wij die zien gaan toepassen. En dat houdt in dat we graag willen uitbreiden in de uren, omdat we heel veel vragen hebben en die niet kunnen bedienen. En omdat wij de paardensport iets andere invulling willen geven dan dat we tot nu toe gedaan hebben. Dus meer uitbreiding, maar ook meer betrokkenheid van onze ruiters bij de paarden zelf. Okay. En dus dat niet alles voor ze gedaan wordt, maar dat ze juist ook heel veel zelf gaan leren. En het onze ontzorgmoment gaat worden voor de ouders en de begeleiders. Dat die dus even lekker met een kop koffie achterover kunnen zitten. En dat wij dan de verantwoordelijkheid overnemen voor de ruiters die dan bezig zijn met de paarden. Onze cliënten zijn heel breed. Dat kunnen mensen zijn met een hele lichte beperking, zoals autistisch of angst, tot meervoudige beperkingen. Okay. En dan kan het zijn dat mensen rolstoelafhankelijk zijn en dus met een tillift op het paard getild moeten worden. Ja. En dan kom je echt richting het therapeutisch paardrijden, zoals wij dat dan noemen tegenwoordig. Hm. En dat maakt het dan ook speciaal. Wat betekent dat voor jullie en hoe is het tot stand gekomen dat de Stichting Gehandicapten hier naartoe kwam? Eigenlijk zijn we met meneer Spaan in contact gekomen. Die kwam hier eigenlijk spontaan langs, of wij wat wisten. En ja, eigenlijk hadden wij gelijk zoiets van, misschien is het wel leuk om hier zelf wat voor te betekenen. Ja. En al met al zijn we dan gewoon hartstikke blij dat we voor deze stichting en voor die doelgroepen een steentje bij kunnen dragen. En we hopen op een hele mooie samenwerking. Jullie hebben ook geschikte paarden daarvoor of moeten die ook nog getraind worden? We hebben eigenlijk verschillende paarden, van wedstrijd tot hele makkelijke paarden. Voor iedereen wat wil, zeggen we altijd maar. En ze moeten natuurlijk nog wel wat getraind worden. Ze zijn heel nuchter. Alleen ja, zoals de tillift en zo, dat moeten ze even leren. Ja. Want dat kennen ze natuurlijk niet van nature. Naast het paardrijden kunnen ze ook lessen nemen in het mennen. Ja. We zien hier een mooie kar staan waar ook in gereden kan worden. Ja. Wat betekent dat voor de mensen om paarden te mennen? Het betekent dat ze buiten bezig zijn. En dat ze even hun hoofd leeg kunnen maken, zoals wij dat zelf eigenlijk ook altijd nodig hebben. Dus ja, wij noemen het wel eens onze speciale cliënten of speciale ruiters. En dat zijn ze eigenlijk niet. Ze moeten eigenlijk zo kunnen zijn zoals wij ook kunnen zijn. Ja. Even niet denken aan die rolstoel, even niet denken aan het binnenzitten. Nou gaan jullie mensen rijden op de paarden van de Aalbrinkhoeve, maar ik begreep dat jullie ook eigen paarden gaan aanschaffen. Ja, we hebben inmiddels al 5 paarden aangeschaft. En die staan volop in training. Want die moeten natuurlijk geschikt gemaakt worden. Ja, onder andere op stemhulpen geschikt gemaakt worden. Maar ook voor de tillift. Ja, en daar aan moeten wennen. Ja, het moet veilig en verantwoord blijven. Sorry? Het moet veilig en verantwoord blijven. Dan komen ze hier tussen de paarden van de Aalbrinkhoeve te staan. Ja, voor zover mogelijk wel, want we willen graag die interactie met ook de reguliere ruiters. En dat we op een gegeven moment een soort versterkende factor gaan krijgen in het elkaar helpen en het samen met elkaar doen. Ja. En dan straks komen de eigen paarden bij jullie. Is dat een probleem of gaat dat heel makkelijk? Nee, ik verwacht eigenlijk niet zo heel veel problemen mee. We proberen ze zoveel mogelijk samen met onze paarden te combineren. En normaal gesproken zijn de paarden onderling niet zo moeilijk, dus dat moet eigenlijk geen problemen opleveren. Nou is het nog de bedoeling in de toekomst dat ze een eigen rijhal krijgen? Ja, dat klopt. Krijgen. Huren. Ja, dat klopt. Dat ligt natuurlijk even aan de gemeente of die meewerkt en of het allemaal wil zoals wij het willen en zij het willen. Maar dat zijn wel de toekomstplannen, ja. En dan hebben ze gewoon hun eigen stekkie? Ja. Ja, dan krijgen ze eigen hal en dan de paarden, ja, moeten we tegen die tijd kijken hoe zich dat uitpakt en wat praktisch is en wat gaat werken. Tot nu toe proberen we elkaar te helpen waar we kunnen en dan moeten we daar samen uit kunnen komen. Jullie werken met vrijwilligers, is daar nog behoefte aan? Ja, dan noemt u wat, heel graag. En het hoeft niet zo te zijn dat je affiniteit met onze doelgroep hebt, maar als je wat verstand van paarden hebt of je vindt het leuk om het te leren, graag.